De politie bevestigt dat het gaat om een familiedrama. De melding kwam van iemand die voor de deur stond en het niet vertrouwde. Volgens de eerste berichten zijn de slachtoffers een Turkse vrouw, haar moeder en haar dochter. Inmiddels is er in de buurt van het huis iemand opgepakt, een man, en die is meegenomen naar het politiebureau. Hij is volgens de politie familie van de drie slachtoffers. Zodra er meer nieuws komt uit Veghel, leest u dat op onze site.